Welkom bij dit filmpje over een gedeelte uit het Symposium van Plato, namelijk het gedeelte waarin Socrates Agathon ondervraagt. Socrates heeft Agathon nu zover gekregen dat hij het eens is met wat hij zegt. En hij beweerde als laatste dat als iemand die bijvoorbeeld rijk is, zegt ik wil rijk zijn, dat hij dan eigenlijk bedoelt ik ben nu rijk en ik wil in de toekomst ook rijk zijn. En je ziet hier panuge fanai, dat is dan Agathon die daarop zegt zeker. En dan gaat Socrates weer spreken en hij noemt dan die iemand, houtos, want hij had gezegd ja, iemand zou misschien kunnen zeggen dit en dit en dit. Nou, houtos, deze, dus die persoon die al eerder iets had tegengeworpen. Maar hij haalt er nu nog iemand bij, namelijk, en deze, ara, dus, en een ander, zelfs pas ander, elk ander, en dan hier het participium dat daarbij hoort. En dat het erbij hoort zie je door dat lidwoord dat erachter staat. Zowel deze dus als ieder ander die begeert, die verlangt. En dan krijgen we in het volgende stukje de persoonsvorm, epithumai, verlangt. En dat gaat met de genitivus en dat is dat to me etoimou, verlangt naar wat niet gerealiseerd is. En dan een aanvulling wat u nog meer verlangt. Dat staat namelijk ook in de genitivus door dat verlangen. En dat wat niet parontos, participium van pareimi, dat wat niet aanwezig is. En dan verandert hij de structuur van de zin een beetje. Hij gaat nu niet de genitivus herhalen die nodig is vanwege epithumai. Maar hij kijkt als het ware alvast vooruit naar de accusativus die hij zo meteen nodig heeft. Dus het is wel nog steeds de opsomming. En ho, me, egei, dat wat hij niet heeft. En, weer een en, dus we hebben hier een mooie podisyndeton. En dat wat hij niet autos zelf is. En laatste in de opsomming. En let op, er staat hier niet oe, maar hoe. Dus dit is een betrekkelijk voornaamwoord in de genitivus. En dat komt door NDS, wat er achter staat. NDS betekent gebrekkig. Hij est die, hij is en dat waaraan, hoe hij gebrekkig is. He, dus dat is waar hij naar verlangt, namelijk dat wat er niet is, wat er niet beschikbaar is, wat hij niet heeft, wat hij niet zelf is, dat wat hij mist. En dat wordt eigenlijk samengevat in toyaut atta. En dan stelt hij de vraag die hij eigenlijk nu heeft ingeleid met estin als persoonsvorm. Is dat het soort van dingen, dat is toyaut atta. En dan is hoon, niet oon, maar hoon, ook een betrekkelijk voornaamwoord. En dat staat in de genitivus, omdat het wordt gecombineerd met estin. En eimi met genitivus betekent richten op. Dus het is hier niet een van, maar waarop. Dus is dat het soort van dingen waarop he epithumia tekai ho eros. Hier heb je weer een soort van tautologie. Het verlangen en de begeerte, of de begeerte en het verlangen, gericht is. En dan mag Agathon antwoorden, weer een infinitief in verband met de ACI die je moet bedenken bij. En hij, namelijk Aristodemos, zei dat hij zei, panuge, zeker.
precies hetzelfde antwoord als eerder al. Nou, Socrates vervolgt, hoe hij dat doet staat ook in die ACI. Dus je moet hierbij denken, hij zei dat Socrates zei. Ithi de, en ithi is een aansporing, vooruit dan. En die aansporing wordt herhaald in het volgende stukje met een conjunctivus van aansporing, een conjunctivus adhortativus. Laten wij resumeren. Mooi Nederlands voor laten we even samenvatten. En wat hij wil samenvatten zijn ta eiremena, een gesubstantiveerd participium perfectum van lego. Ook nog eens passief, de dingen die gezegd zijn. Dus laten we de dingen die gezegd zijn of dat wat gezegd is resumeren. En dan stelt hij een vraag, maar dat doet hij een beetje suggestief met alloti. Dus het antwoord ja wordt hierop verwacht. Want alloti mag je vertalen met toch of toch wel. En hij gaat dan even terug, hè, dus het wordt echt resumeren naar het begin waarbij hij vroeg, eros, is dat altijd gericht op iets of op niets? Ja, en hij zegt nu hier dus, eros is toch als eerste, en dan heb je hier dat estin met een genitivus, dat is weer gericht zijn op. Eros is dus als eerste gericht op tinoon, en dat is genitivus meervoud van tis, sommige dingen of enkele dingen. Ja, dus dit was nog heel algemeen waar ze het in het begin over hadden. Eros is toch gericht op sommige dingen als eerste. Epeita, dus dat was de volgende stap. En dan moet je eigenlijk estin weer aanvullen. Gericht op die dingen, dus dan wordt het al wat concreter. En dan staat hier weer hoon, niet oon, maar hoon. Dus dit is weer een betrekkelijk voornaamwoord in de genitivus meervoud. Op die dingen waarvan gebrek en deia, parei van pareimi, aanwezig is voor hem. En hier staat een an met een ei in de conjunctivus, parei in de conjunctivus. Dit is een uitspraak die generaal is, die in het algemeen waar is. Het is een beetje een bijzonder gebruik van de conjunctivus. Maar Agathon kan daarin meegaan en die zegt nai. En in het Grieks, ook nog in het Nieuw Grieks, betekent dat ja. Zei hij dat hij zei. Het staat alleen maar dat hij zei.